Heerlijk genieten is, heerlijk gelachen. En vast zeker komt de hitte gewoon vaker wakker. Chickies links, chickies overal. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben net wakker. Milan die is weg voor een afspraak. En ik ga nu opstaan. Het is maandag trouwens, dat had ik nog niet gezegd. En ik kreeg trouwens vandaag comments onder mijn video over het feit dat ik vaak... Dat ik vaak mijn vlog 's ochtends begin en dat ik 's middags dan vergeet te filmen. En dat ik dan 's avonds pas weer film. Dat komt namelijk wel eens voor, dat klopt. Maar dat heeft er ook wel mee te maken met het feit dat ik gewoon echt laat, soms laat wakker ben. Omdat ik soms veel langer doorga nog. Als ik mijn vlog afsluit, wil ik dan nog veel langer wakker ben dan dat op het moment dat ik zeg dat ik ga slapen. Dus dat ik dan echt nog urenlang in bed op mijn laptop kan zitten of op mijn telefoon. En dat ik vervolgens echt heel laat 's ochtends wakker ben. Dus dan gaat de middag ook vrij snel om. Over het algemeen probeer ik daar echt heel erg op te letten. En ik hoop ook echt dat jullie dat doorhebben. Want ik film echt de laatste tijd echt... ja, vrijwel alles wat er die dag gebeurt. Echt zeker, ik probeer er echt heel erg op te letten. Maar soms komt het inderdaad wel eens voor dat er 's middags niet echt boeiende dingen gebeuren. En dan denk ik, ja, jullie willen dan dat ik de hele dag door film. Maar jullie willen ook dat de video's niet saai worden. Dus dat ik niet onnodig veel ga kletsen. En ik probeer met alles een beetje rekening te houden. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Want ja, als er 's middags niks gebeurt, dan kan ik dat wel filmen. Dat ik bijvoorbeeld de hele middag achter de computer zit. Maar dan probeer ik gewoon echt de leukste dingen van die dag eruit te halen. Ja, dat dus. Dat wou ik wel zeggen. Ik ga nu lekker ontbijten en ik zie jullie zo meteen. Zo, ik heb me even aangekleed en me opgemaakt. Over ongeveer 20 minuten is Milan weer thuis. Dus ja, dat is gezellig. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een high-waisted jeans aan. Volgens mij is die van Come Get Fashion, maar ik durf het eigenlijk niet zo heel goed te zeggen. Ik vond hem hier weer in de kast en ik heb geen idee waar die vandaan komt. Het shirtje wat ik aan heb is van de Primark. Dan heb ik ook een ketting aan. Een ketting om van de Primark. En ik heb natuurlijk mijn Knop Power Pad cap op. En daar is Don en die is het tanden aan het poetsen. Hallo. Ik zoek de rol. Volgens mij ligt hij hier op de grond of zo. Daar heb ik hem voor het laatst gespot gisteren. Waar is de drol? We zijn de drol kwijt. Ik weet het ook niet eigenlijk. Ja, gisteren zat hij fucking lang tegen een plafond aan. En toen had hij. Ja, het heeft Milan had hem omhoog gegooid. En toen bleef hij dus aan het plafond hangen. En uiteindelijk heeft hij hem er echt af moeten trekken ook. En hij zit helemaal onder vieze haren en shit. Hij is hier al namelijk door de hele kamer heen gegooid. Maar goed, ik heb trouwens teenslippers aan. Want ik heb gewoon geen zin om mijn schoenen aan te doen. Maar ik doe straks mijn sneakers aan. En ja, nu ga ik gewoon nog wel verwachten op Milan. Dus. En we gaan dus op zoek naar de drol. Ik weet echt niet waar die is. Mijn Satje is weer thuis en hij is meteen weer gaan gamen. Niet meteen. Nee, oké, niet helemaal meteen. Ik heb eerst gegeten. En toen is hij meteen weer gaan gamen. En hij speelt GTA. In een autootje zit hij nou. Laat jezelf eens zien, kan dat niet. Je bent echt een vette gangster. Ja, daar achter die. Ja. Ja, dan moet je even wachten. Ik ben bijna bij de... Ik ben, holy shit. Zo, er kan ook iemand niet rijden hier. Oké, doei. What the fuck? Kijk, de gangster. Gangsterman. Ja, ja. Hij loopt weg alsof het niets is. Huppatee, geef mij die auto maar. En dan gaan ze weer. Leuk hoor, ja. Zo, wij zijn even heerlijk in het zonnetje gaan wandelen naar de supermarkt. Milan is heel veel aan het bellen op de achtergrond. Die zit daar. Dus ik heb gewoon even de camera erbij gepakt. En het is echt zo lekker weer. Ik kan vest aan van Body & Fit. Die is echt super chill trouwens. Voor als je het koud hebt. Maar als het warm is, dan is hij echt zo freaking heet. Maar sowieso, ik heb ook echt een zwart t-shirtje aan, ja. Met gewoon korte mouwen. En ik heb het echt fucking warm. Maar goed. Wij gaan even lekker eten halen. En vanavond ga ik weer naar richting huis. Morgen ga ik weer sporten samen met Jim. Dus dat is ook wel weer chill. Ik krijg deze week ook mijn voedingsschema. Ik heb het gisteren helemaal doorgemaild naar Cynthia. En als het goed is krijg ik daar deze week wat... krijg ik deze week gewoon mijn voedingsschema. En wij gaan zo meteen lekker eten. En ik ga groentesoep maken met salade. En ik had heel veel zin in een salade met appel. Maar bijna elke salade met appel is met walnoten. Dus ik ga er gewoon zelf een salade van verzinnen. Maar dat komt vast wel goed. Wij gaan in ieder geval nog lekker genieten van het weer. Ik ga even gezellig nog bij Milan op het bankje zitten. En ja, dat. Ik ben op stap met mijn altijd vrolijke vriendje.
die met mij boodschappen gaat doen, dezelfde helft bijflikkert en dan mij de schuld geeft. Dat is Milan Knol. Helemaal niet. Zo is het precies gegaan. Jij hebt vet veel erin gegooid. Ik gooi... Noem één ding. Noem jij alles. Helemaal niet alles. Wakker. Je bent het enige. Nou. Hadden we dat moeten halen wat jij in je handen hebt? Ja. Nee. We moeten toch vitamines binnenkrijgen. Ja, dit is toch ook mijn ontbijt. Ik moet toch ook ontbijten. Ja, maar je bent toch morgen weg? Ja. Ja, ik kom toch ook weer terug van het weekend, omdat jij nooit naar mij toe komt. Ik des deze man helemaal. Jezus. Jongen, jongen, jongen. Gelijk hoor. Jezus. Ja, ik heb wat... Nou, die gelijk heeft. Nou, wees er maar trots op. Ik heb altijd gelijk. Maar in ieder geval, we hebben nu boodschappen gedaan dus. En we wandelen nu weer lekker naar huis. In de sun. In de sun. Hoe ging jouw liedje ook weer? Zorgens als ik opsta, loop ik naar de koelkast. Kijk in de koelkast. Pak ik mijn koeltas. Wandel naar de bakplas. In de looppas. Heerlijk broodje gezond. In mijn schooltas. Chickie in de hand en op een simpele looppas. Zoek ik mijn plekje in de zon of het terras. Heerlijk genieten is, heerlijk gelachen. En vast zeker komt de hitte gewoon vaak gewakken. Chickies links, chickies rechts, chickies overal. Bris mijn zonnebril. Voordat ik haar aanpal. Smooth over het strand, je weet hoe ik het doe. Doe ik het goed, ja, je weet hoe ik het doe. Ja, superleuk. Kregen jullie even een concertje van Milan Knol. Het is gewoon mijn acapella rap. Acapella rappen. Zonder rap. Maar goed, wij lopen lekker naar huis en ik zie jullie zometeen weer. Als we thuis zijn, dan gaan we lekker salade eten. Zo, we hebben van alles te eten. Broodjes, verse soep, verse salade, slaatje. Dus wij gaan lekker eten, schat. Heerlijk. Hierin zit brie, pijnboompitjes, spekjes, appel en sla. En dan hebben we gewoon een broodje die we belegd hebben zelf. En soep, groentesoep met ballies en een slaatje. Dus ik ga hier lekker van genieten. Ja, zover, maar jij hebt het gedaan. Ja, ik heb het gemaakt. Nou, smakelijk eten. Eet maar. Zo, ik ben inmiddels aangekomen op Hilversum station. En ik ben net afgezet door Milan. Die is net weer terug naar huis toe gefietst. Ik heb mijn trein gemist, dus dat is chill. Maar ja, hij komt om 3:09. Serieus, 3:09. En het is gewoon echt nog licht. Dus ik verwacht rond 10:30 denk ik ongeveer in Nijmegen terug te zijn. Ik heb er geen zin in. Maar dat komt omdat Manny en Rick natuurlijk op vakantie zijn. En ik voel me dan echt oprecht een beetje eenzaam. Maar maakt helemaal niks uit. Ik ga dus nu richting Nijmegen. Dan zie ik jullie zometeen weer als ik weer een treinreis van 1.5 uur erop heb zitten. Ik ben echt blij als er ooit een moment komt dat dit gewoon niet meer hoeft. Gewoon niet iedere week de teringgereis hoeft te doen. Maar goed, voor nu dus nog even wel. Ik weet niet voor wanneer, voor hoe lang het allemaal nog duurt, maar dan maakt het helemaal niks uit. Ik vind op zich treinen niet zo heel erg. Ik vind dat niet echt een ding. Maar ik vind altijd de heenreis vind ik minder erg dan de terugreis. Ik vind de terugreis vind ik altijd wel echt een ding. Omdat ik simpelweg gewoon niet weg wil dan. Maar de heenreis vind ik eigenlijk nooit zo erg. En eigenlijk vind ik het ook niet zo erg om met de trein te reizen, maar goed, let's go. Ik ben net thuisgekomen en er was een man in de trein en die had dus niet ingecheckt. En ja, ik merkte gewoon aan die man dat hij oprecht was, dus ik had medelijden met hem. En toen had hij ook zijn legitimatie niet bij. En toen hoorde ik die conducteur echt over bedragen praten, van boetes, echt van tot €200 konden oplopen omdat hij en zich niet had ingecheckt en geen legitimatie bij zich had. En nou, ik had echt medelijden met die man, maar goed, dat terzijde. Ik ben dus thuis en ik ga meteen even mijn vlog editen, want het is echt al 10:30 nu. Ja, ik denk dat iedereen heeft natuurlijk goede kwaliteiten en slechte kwaliteiten. En ik denk dat een slechte kwaliteit van mij is, een slechte eigenschap van mij is, dat ik heel slecht kan tegen alleen zijn. En zoals jullie weten zijn Manny en Rick zijn aan het backpacken, dus die zijn echt een maand op vakantie. Dus ik ging echt met vrij veel tegenzin hier naartoe. Ik denk dat ik gewoon ook deze maand wel wat vaker in Hilversum zal zijn. Ik ga dat in ieder geval wel voorstellen, ook nog aan Milan. Omdat ik voel me gewoon super naar. En ik kom heel goed zelf vermaken. Als ik bij Milan ben, dan doen we echt ieder ons eigen ding. En dat kan ik heel goed. Maar het is meer gewoon het idee van, als er iets is, of als ik gewoon even gezellig wil kletsen, dat het gewoon niet er is. Het is er gewoon niet. En dat vind ik jammer. Dus ja, daar kan ik niet zo goed mee delen. Dus ik denk dat ik veel weg zal zijn. En ik heb sowieso veel afspraken. Aankomende zaterdag ga ik naar Zwolle toe. Volgens mij heb ik vrijdag ook iets. En volgende week ook nog. Het is in ieder geval, ik heb het druk deze maand. Dus ja, dat komt ook wel weer goed uit. Ik word op mijn PC's opgestart. Dus ik ga even lekker editen.
En ja, mijn koffer uitpakken. Hoi, ik ben mijn tas aan het uitpakken, want dat is altijd zo'n klusje als jij even weg bent geweest. Elk weekend heb ik die taak weer opnieuw. Inmiddels heb ik ook mijn vlog al geëdit en dit is echt gewoon de langste vlog die ik ooit heb gemaakt. En die is gewoon bijna 23 minuten. Maar mijn internet is hier niet super duper snel. Dus als ik een vlog wil uploaden van 23 minuten, dan duurt het en het upload duurt ontzettend lang, maar het verwerken ook. En het is inmiddels echt al 2 uur 's nachts en ik wil echt heel graag naar bed. Maar hij is nog geen procent verwerkt, maar hij is in ieder geval wel al geüpload. En het verwerken kan in één klap, kan dat ineens van 0% naar 95% springen. Dus ik ben ondertussen maar alvast mijn koffer aan het uitruimen. En ja, een beetje aan het wachten tot wanneer ik kan gaan slapen. Heel erg bedankt voor het kijken, wat rusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Een briljant idee. Kijk, als jij dan hem zo meeneemt, dan kun je zo omhoog, dan kun je zo opsteken. En die camera hier zo.